Assalamu alaikum, dag iedereen. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Welkom bij een nieuwe video van Foodari. Voordat we beginnen wil ik jullie vragen om te abonneren, liken en zeker niet te vergeten om te delen met jullie dierbaren en vrienden en eventueel ook op sociale media, zodat iedereen kan gebruik maken van het heerlijke recept. Vandaag gaan wij gevulde triet maken. Ik zal de eerste zijn op YouTube die dit recept met jullie deelt. Want dat is een recept dat ik zelf verzonnen heb een paar jaar geleden. Dus wat hebben we nodig? Ik heb hier 1 eetlepel paprikapoeder, 1 theelepel kurkuma, 1/2 theelepel zout, 1/2 theelepel gemberpoeder, 1/2 theelepel komijn, 1/2 theelepel zwarte peper, 300 gram gehakt. Ik had hier runder gehakt gebruikt. 2 wortelen, 1 groene, 1 rode en 1 gele paprika, koriander en peterselie en 1 uitje. Dat is wat we gaan gebruiken. De groenten heb ik in een mixer gedaan, fijn gehakt. En dan gaan wij eerst onze gehakt in een pan doen met 3 eetlepels olijfolie. Dat gaan we even aanbakken in de pan. En dan voegen we de groentjes aan toe en de specerijen of de kruiden, hoe je dat ook wil noemen. En een beetje, ik heb hier ook een beetje safraan gebruikt, dus de kleurstof safraan. Maar dat is niet iets dat moet, want er zijn heel veel mensen die dat niet gebruiken. Wat doen jullie dan? Dan voegen jullie gewoon ietsje meer kurkuma aan toe. Maar jezelf, ik gebruik gewoon de kleurstof safraan aan toe. En dan gaan we dan even aanbakken of even bakken in de pan. Totdat die water een beetje verdampt, als het ware. En dan voegen wij onze boter aan toe. Ik heb 40 gram boter toegevoegd. Op dat moment heb ik mijn vuur uitgezet. En dan gaan we naar ons deeg. Ik heb 400 gram bloem, 100 gram fijne griesmeel, 2 theelepels zout, 1 theelepel suiker en 290 milliliter water. Water altijd een beetje bij beetje aan toevoegen, want bloem verschilt van merk tot merk. Elke soort is verschillend, dus het kan zijn dat die van mij meer water neemt dan die van jullie. Dus altijd gewoon een beetje bij beetje aan toevoegen. En nu is de kwestie van kneden. Ik ga het niet perfect kneden of goed kneden. Ik ga het in een plastic zakje doen. Maar als je zoiets hebt van ja, ik ga het direct willen maken, dan is het kwestie van goed kneden. En alsnog toch nog een 5 tot 10 minuutjes laten rusten. Zodat het makkelijker is voor jou om het deeg te bewerken. In mijn geval, ik heb dat ongeveer een 40 minuten, 45 minuten gelaten. Gewoon puur omdat ik andere dingen te doen had. Maar hoe langer je het laat rusten, uiteraard hoe beter. Altijd. Dat is bij elke deegsoort zo. Hoe langer je het laat rusten, hoe beter. Afhankelijk van of er gist in zit of niet. Dus de deegsoort zonder gist is altijd het beste om zo lang mogelijk te laten rusten. Dat was het eigenlijk. Het is heel simpel. Zoals ik al zei, ik doe het in plastic folie. Ik laat het rusten. En als het gerust is, of als ik het heb, het moment dat ik dat wil gaan gebruiken, ga ik dat in kleine bolletjes vormen. Ik heb er 17 bolletjes uitgekregen. Dus wat je ook kan doen, is gewoon het deeg wegen en dat delen door 17. Dan weet je ongeveer hoe zo'n bolletje weegt. Ik heb het niet gewogen, eerlijk gezegd. Ik heb gewoon gekeken en dan ze waren in principe allemaal even groot bijna. Dus dat was het. Maar het is een heerlijk recept. Het is er nu zeker, ik geloof nu zeker 13 jaar geleden dat ik het voor het eerst had gemaakt. Het was een experiment, maar ja, sindsdien is het toch een experiment waarvan mijn familieleden erg van houden. En ik dacht van laatst, ik zou het maken. Dacht ik, weet je wat, ik ga het met jullie delen. Want ik maak het niet zo vaak als ik... Ik maak het niet zo vaak. Dus ik dacht, weet je wat, ik deel het met jullie. Nu ik het toch maak, ga ik het met jullie delen. En dan hoop ik dat jullie het zullen uitproberen. Het is een super lekker recept. Je maakt er een hele grote triet van. Het is een soort van taart is het eigenlijk. Een gevulde hartige taart. Maar hij is in een mum van tijd is hij op. Zo lekker is hij gewoon.
Dus ja, ik hoop dat jullie hem zullen uitproberen natuurlijk. En laat me gewoon in de reacties weten wat jullie ervan vonden. Dus ik heb hier een schaal of een bord. Of maakt niks uit waar. Gewoon iets waar jij dus jouw deeg op kan zetten. En daar heb ik dus olijfolie en zonnebloemenolie in gedaan. En daar ga ik dus mijn bolletjes mee insmeren. En dan ga ik dat met plastic folie laten rusten. Ik laat dat rusten. Ik heb hier ongeveer 15 minuutjes laten rusten. Gewoon, dat is puur voor het gemak. Want als je dat nu gaat... Als je dat nu gaat willen uittrekken, zeg maar, of bewerken, deeg, dunner willen maken en zo, gaat het terugveren. Dus het beste is altijd om het te laten rusten. Dan is het makkelijker voor jou om daarmee te werken. Oké, dan bakken we dus een beetje van mengsel van olijfolie en zonnebloemolie. Dat gebruiken we dus voor op tafel, voor het oppervlak, waar we dus onze deeg gaan platmaken, zoals jullie kunnen zien. Het heeft gerust, want als dat niet zou rusten op dit moment, dan zou het telkens terugveren. Dus dat zou niet eens, het zou niet eens mee willen werken. Dus vandaar ik zeg, laat het lekker rusten. En dan maken we het dun, zowel de zijkanten als het midden. Probeer gewoon alles even gelijk te maken. Wat ik nu ga doen, dus een gevulde manier of een gevulde dingen, dat kan ook zonder dat ze gevuld zijn. Dan is dat gewoon een normale triet dat je dan kan gebruiken voor revisa. Op dit moment heb ik dus een gietijzeren pan gepakt. Dat is de grootste pan dat ik heb in huis. Want ik weet dat het zal een heel groot uitvallen. Het vuur is nog niet aan op dit moment. Dus wat doe ik? Ik vul hem even een beetje met die vulling. En dan pas doe ik weer een tweede deeg erbovenop. En dan pas doe ik hem aan. En dan is het een kwestie van gewoon meegaan. Dus telkens. Dus wanneer, als je ziet van oké, de benedenkant is een beetje gaar. Of hij is een beetje lichtjes bruin geworden. Dan draai je hem om en daar doe je weer de vulling op. En dan op die vulling doe je weer het deeg. En dan direct draai je hem weer om. Dus zo ga je maar door totdat je klaar bent met al je vulling en al je deeg. Het is heel simpel. Het vuur moet op middelmatig vuur, dus niet te hoog en ook niet te laag. Maar als jullie zien, het gaat heel snel, dus het gaat heel snel, zeg maar, het wordt bruint heel snel. Gewoon het vuur even een beetje weer laag zetten en dan zo kun je doorgaan, zo kun je meegaan met de ritme van deeg, vulling, zo. Totdat je klaar bent eigenlijk, als het ware. Zoals ik al zei, dit kan je ook doen. Dus zonder die vulling. Dan, als je dat zonder die vulling doet, dan is dat gewoon een normale triet. En dan kan je ook gewoon in principe doorgaan. En als je klaar bent met het bakken ervan, dan haal je ze weer los uit elkaar. En dan kun je dat gebruiken voor andere, voor revisa bijvoorbeeld. En zo gaan we maar door. En het is niet moeilijk, dus dat je niet denkt van, oh, dat zou moeilijk zijn of wat dan ook. Helemaal niet. Mocht jullie zoiets hebben van, oh, dat gaat moeilijk zijn, wat doen jullie dan? Jullie kunnen de bolletjes nog kleiner maken, zodat je eigenlijk een kleinere formaat maakt. Want als je nou als je zeg maar van dit deeg 17 balletjes gaat maken en die maakt het kleiner, dan zal het deeg dan een beetje dikker uitvallen. Dus maak de bolletjes wat kleiner als je een kleinere formaat wilt maken. Of maak er de helft van het recept en dan kleine bolletjes van maken. En dan gaan we zo door, zoals ik al zei. En dan de laatste vulling, dus het laatste blaadje, of ja, laatste deeg aan de bovenkant. Dat mag dan gewoon echt lekker mooi bruin gebakken worden. Dus aan allebei de kanten, want het zijn toch de laatste stuks, dus dat mag wel goed bruin worden. Zo'n kleurtje dat je, hè, dus het laatste, hoe noem je dat? Het hoeft niet licht van kleur te zijn, zoals jullie kunnen zien. Want we gaan hem niet meer vullen. En dit is dus het eindresultaat. Het is super lekker. Ik weet,
kon ik jullie maar mee laten proeven. Want zo lekker is het. Ik zou zeggen, probeer het uit. Laat me weten in de reacties wat jullie ervan vinden. Ik zou zeggen, tot de volgende video, inshallah. Dan kom ik weer met een nieuw recept. Laat aankomen op slemmen.